Ik zit weer in Alex zijn geheime Minecraft wereld en ik zit onder zijn huis. Alleen er is er wat heel ergs gebeurd. Ik had dus onder Alex zijn huis een leuke base gemaakt. Alleen ik kijk achter mij en Alex is gewoon in mijn huis geweest. En ik zit even te kijken wat er allemaal anders is. Niet heel veel. Misschien mag ik nu wel in de server van Alex. Want als ik hier naar boven ga, hoppakee, er is hier niet heel veel raars. Hierboven is gewoon nog steeds het huis van Alex en er ligt een villager in zijn huis. Oké. En ik zie trouwens dat het donker is, dus wij gaan meteen even lekker slapen. Hoppakee. Maar kijk, dat Alex in mijn huis is geweest vind ik niet heel erg. Ik vind het alleen wel een beetje jammer dat hij het hier gesloopt heeft. Dus hoppakee, we gaan het weer dichtbouwen. Waarschijnlijk wel Alex hier de chestkamer maken. Nou Alex, dat ga je dus even niet doen, want dit is mijn huis. Maar het allerbelangrijkste, ik had in de vorige aflevering diamonds gekregen en heb ik die nog. Oké, we gaan in de kist kijken en heb ik nog diamonds en... Nee. Gelukkig heb ik wel nog mijn diamond zwaard. Die heb ik gelukkig nog bewaard. Maar Alex heeft letterlijk mijn diamonds gestolen. Dit ga je niet meenemen. Ik moet Alex dus gaan terugpakken. Als wij op deze video de 3000 likes halen, dan ga ik verder met deze survival. En dan ga ik Alex terugpakken. Dus hey, like even de video, want ik wil dat best wel graag doen. Maar ja, kijk, deze bunker is wel een beetje saai. Dus wat wij gaan doen, we gaan gewoon even de bedden weghakken. Hoppakee. De chest en de crafting table, die nemen we ook gewoon even lekker mee. Ik denk als ik hier blijf, gaat Alex het helemaal volgooien met water. En mijn hele base gaat gewoon kapot. Dus omdat Alex toch weet dat ik inmiddels in survival zit, gaan we gewoon een huisje bouwen. En oh nee. Hey Knij, jij dacht dat ik jouw geheim niet kon vinden. Nee! Dit is letterlijk hier voor mijn huis. En die wou ik dus even lekker mooi gaan maken. Maar dat gaan we straks nog even doen. Eerst zie ik hier nog een pijl staan. Oh nee, wat gaat er allemaal gebeuren? Oké, voordat we verder gaan naar de pijl. Ik zie daar nog een bordje. Ik ben boos op Alex, oké? Hij had niet mijn diamonds moeten stelen. Dus ik ga gewoon even lekker zijn huis kapot hakken. Oh, een chest zit hierin. Oh, een paar houten planken. Ja, die kan ik best wel goed gebruiken voor mijn huis. En dat schilderij, die wil ik ook weer hebben. Alex, sorry, maar ik ga even een deel van je huis slopen. En ik weet dat het misschien wel een beetje zielig is voor Alex. En Alex heeft ook gewoon 2 keer mijn huis gesloopt. En hij heeft gewoon letterlijk mijn diamonds gestolen. Ja, en ik moet zeggen, omdat ik straks een huisje ga bouwen, kan ik best wel even dit hout gebruiken. Dus het spijt me Alex, maar ik ga een beetje jouw huisje slopen. Hopelijk wordt je niet boos op mij, oké? Maar ik ga niet zijn hele huis slopen, want ik wil hem namelijk nog een keer goed trollen. Maar daarvoor moet jullie natuurlijk even liken. En je moet ook even abonneren als je deze serie niet wil missen. Want we gaan nog heel veel vette dingen doen. En oeh, 9 iron. Ja, die gaan we ook even lekker stelen. Alex, sorry, maar je huisje die is een beetje kapot. Ik hou het nog een beetje netjes. Huizen Alex, weet je wat? Dat bordje hakken wij ook. En wat ga ik erop schrijven? Ik schrijf er gewoon op halve huizen Alex. Zo, want het is nu een half huis. Hoppakee. Maar we gaan nu even denk ik mijn diamonds zoeken. Want wat staat er allemaal? Ik heb jouw diamonds. Wil je die terug? Ja, die wil ik zeker terug, Alex. We gaan dus op zoek naar een geheime schat. Alleen, ga ik Alex vertrouwen? Ga ik daadwerkelijk mijn diamonds terugkrijgen? Of gaat Alex me keihard trollen? Oké, ik heb geen idee. Zoek in de kou. Hint, hint. Oké, ik moet in de kou zoeken. Wacht, we gaan hier even omhoog. Oké, wat kan ik vinden wat koud is? Ik zie daar ijs op de bergen. En daarboven zie ik ook ijs op de bergen. Dus daar zouden mijn diamonds kunnen liggen. Alleen, ik zit dus even te denken. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel diamonds ik had. In de vorige aflevering kan ik dat natuurlijk zien. Dus hey, laat het even weten in de comments. En we gaan door naar het volgende bordje. Jup, ergens deze kant op. Oké, ik ga de goede kant op. Alleen, hier ergens zijn dus mijn diamonds. Dus ik moet die dus gaan vinden. Alleen, kan ik ergens nog een bordje vinden? Ja, oh, ik zie weer een bordje in de verte. Oké, ik ga de goede kant op. Ik moet mijn diamonds terug hebben, anders word ik helemaal gek, oké? Wat hebben we hier? Welke berg zou het zijn? Ja, ik heb echt geen idee. Oh, ik zie daar boven weer bordjes. Ik denk dat het die berg is. Alleen, hoe ga ik die berg opkomen? Alex, ik hoop echt dat je al mijn diamonds je terug gaat geven, anders word ik boos. En als je al mijn diamonds teruggeeft, dan heb ik misschien wel een beetje spijt dat ik je huis heb weggehakt. Want waarschijnlijk krijg ik dan weer een troll terug. Maar hey, maakt niet uit, oké? Dit moet gewoon gebeuren. Oké, we bouwen even zo de berg op. Hoppakee, hier moet als het goed is mijn diamonds liggen. En we zitten nu in de sneeuw, dat is een goed teken, want mijn diamonds die liggen dus in de kou. Oké, ik zie hier boven een bordje. Wat staat er op deze bordjes? Ik wil mijn diamonds. Nope, niet hier. Hint. Nee, dit ga je niet menen. Ik denk serieus dat hier mijn diamonds liggen. Wacht, we gaan toch voor de zekerheid even graven. Want ik geloof het niet. Hier moeten toch diamonds liggen? Alex, geef mij mijn diamonds terug alsjeblieft. Nee, oké, hier liggen niet mijn diamonds. Oké, ik moet dus ergens die kant op. Alleen zie ik een bordje. Is dat een bordje? Ik weet het niet. We gaan gewoon naar de andere sneeuwberg, oké? Ik moet mijn diamonds vinden. En oh, ja, ik zie hier weer een bordje. Wat staat hier? Zou je denken... Ah! Alex, die maakt me helemaal gek. Ja, ik denk dat hier mijn diamonds liggen. Oh, zag je hier nou een bordje? Oké, ik ben echt blind, want hier staat letterlijk helemaal niks. En oh, ja, ik zie daar op de berg weer een volgend bordje. Ik ben nu letterlijk gewoon een soort van op zoek naar een schat, maar het is letterlijk gewoon mijn eigen schat, hè? Het zijn gewoon mijn eigen diamonds. En 100% dat Alex er een paar heeft gestolen. Oké, we zijn aangekomen bij het volgende bordje in de buurt. Oké, en oh, ik zie er 3 bordjes achter elkaar zo. Ik neem die bordjes trouwens ook gewoon mee. Die kan ik best wel goed gebruiken. Want ik wil Alex namelijk echt keihard terugpakken. En dan ga ik natuurlijk ook bordjes neerzetten. Misschien kan ik wel een schat verstoppen, maar ik daaronder gewoon lava stop. Laat even weten in de comments of ik dat moet doen. Oké, ik zie hier weer 3 hele mooie bordjes. Liggen dan hier mijn diamonds? Je bent er, of toch niet? Ga terug naar je oude huisje. Die ene die afgebrand was, weet je nog? Nee! Alex had dus letterlijk mijn huis afgebrand in een vorige aflevering. Zoek daar maar eens onder. Serieus, Alex, je stuurt me helemaal naar deze berg. Gewoon helemaal voor niks. Oh, nu moet ik weer helemaal terug gaan lopen. En kijk dan even hoe ver dit is. Kijk, als ik nou gewoon de Ender Dragon versla en ik kan gewoon Elytra krijgen, dan kan ik gewoon even lekker vliegen. Maar ja, als Alex me maar blijft trollen, gaat het zo lang duren. Maar like natuurlijk even deze video, want dan ga ik door naar de survival en dan kunnen we dat uiteindelijk natuurlijk doen. Maar nu moet ik weer even helemaal teruglopen naar mijn huis. Ik kan niet wachten tot Alex gewoon een keer in de server komt en dan met mijn diamond zwaard ga ik hem keihard afmaken. Kijk, stel je voor, deze schaap is Alex en dan even bam! Schaap, ga jij even dood, dankjewel. En we zijn weer aangekomen bij mijn oude huisje. En kijk dan, ik heb gewoon leuk een cadeautje voor Alex neergezet. Ik ben gewoon lief voor Alex, hè. Of, nou ja, niet helemaal. En wat zit er onder dit huisje? Hier zit... Ja! Ja! Oh, ik heb mijn diamonds gevonden! Let's go! En dat zijn 3 diamonds. Heeft dan Alex een diamond van me gestolen? Of waren dit alle diamonds? Ik weet het niet meer. Maar Alex, aangezien je dit mijn oude huisje noemt, dit is niet mijn oude huisje, oké? Weet je wat ik gewoon ga doen? Misschien is het best wel dom, want Alex gaat me 100% terugtrollen. Maar we gaan even het hele huisje weghakken. En ik ga gewoon opnieuw even een huisje bouwen. En dan iets mooier. Kijk, als ik een beetje zo'n zielig huisje blijf maken, dan gaat Alex ook denken van, oh, hij is vast niet serieus in de server. Maar ik wil gewoon serieus in deze server spelen. Dus ik ga gewoon even een mooi nieuw huisje bouwen. Alleen moet dit oude huis wel eerst even helemaal weg. En ik heb geen pickaxe meer. Oh, waar is de crafting table? Alex, ik leen even jouw crafting table. En gelukkig heb ik ook even wat iron voor jou gekregen. Hoppakee, ik heb een nieuwe pickaxe. Hoppakee, dit is helemaal top. En ja, ik ga weer even lekker dit huisje weghakken. En ik moet snel zo met mijn huisje, want de zon gaat weer onder. Maar hey, Alex die heeft gewoon 3 bedden. Ik kan vast wel even een bed lenen van Alex als ik wil slapen. Maar mijn hele inventory zit vol. En ik wil dus een beetje gaan bouwen. Weet je wat ik gewoon ga doen? Wacht, hier staat een kistje van Alex. Bedankt dat je die voor me hebt gemaakt. Die ga ik even lekker meenemen. Mijn inventory die moet even een beetje leeg. Dus ik ga eens even kijken. Ik ga hier gewoon 2 chesten verstoppen. Maar jullie mogen dit niet zeggen tegen Alex, oké? Want anders gaat Alex weer mijn kisten stelen. Zo, dan zet ik hier 2 chesten neer. Daar doe ik even zo mijn iron, een beetje steen, mijn kool. Hoppakee, ik vind het helemaal prima. Dat stoppen we even. Nee. Mijn hout heb ik nodig. Trouwens, mijn steen heb ik ook nodig. Mijn diamond stoppen we hier ook in. Dan doe ik hier weer even dirt overheen. En zo, niemand heeft het gezien. En oh, het wordt weer donker. Ik vul nog even deze gaten op. Hoppakee, nu kan ik hier een heel mooi huisje bouwen. Alleen Alex, ik ga eerst even in je bed slapen. Waarom ligt er weer een villager in zijn bed? Ik snap het niet. Het is niet eens meer een huis. Het tocht hier een beetje. Het is een beetje koud. Nou, ik ga even lekker liggen. En dan is het nu tijd om mijn huisje te bouwen. Alleen, wat voor huisje ga ik maken? Ik wil wel een beetje een mooi huis. Oké, dit gaan we allemaal even weghakken. Zo. Weet je wat? Laten we er ook meteen een klein farmpje bij maken. Want ik wil natuurlijk ook even lekker eten hebben. En Alex, bij deze, omdat ik toch wel een beetje het goed met je wil maken, jij mag ook gewoon eten van mijn farmpje pakken. Oké, dus bij deze. Dus niet mijn huis slopen. Hier achter mij staan nog een paar bomen. Die gaan we even lekker weghakken. Want hey, ik heb natuurlijk wel genoeg hout nodig. En oh, ik zit nu te denken, hè. Is het wel slim om mijn huis van hout te maken? Want als Alex hem weer in de fik steekt, is letterlijk mijn hele huis weer weg. Weet je wat? We gaan de basis gaan we denk van cobblestone maken. En de rest gaan we van hout maken. Dus we doen hier een beetje cobblestone en villager. Wat ben je aan het doen, vriend? Ga eens even weg. Oké, we hebben hier 3. Nee, we doen 4 blokken. Doen we 1 deurtje. 1, 2, 3, 4. Weer 4 blokken. En hoppakee, de deur staat ook. En ja, dit is mijn huis. Nee, natuurlijk niet. En dan loopt er trouwens een spin. Spin, ga jij eens even heel gauw weg. Oprop jij, ik heb een diamond zwaard. Wat ik dan denk ik wel mooi vind om te doen. We zetten hier even zo van die houten slabs. Ja, dat vind ik wel mooi. Waarschijnlijk wordt het een heel lelijk huis, want ik kan niet bepaald heel goed bouwen. Abonneer even op mijn kanaal, als je mij ooit trouwens een keer wil helpen met bouwen. Want hey, misschien ga ik dat een keer met kijkers doen, dus abonneer even. En ik heb misschien een beetje te veel slabs gemaakt. Ja, maakt niet uit. Weet je wat, we doen dit gewoon helemaal om het huis. Ik vind het wel mooi. Dan kunnen we daar namelijk een paar mooie bloempotten op zetten. Maar eerst moeten we mijn huisje even verder afmaken. We maken het huisje gewoon van steen. En de decoratie doen we gewoon van hout. Hoppakee, ja. En dan moet ik even denken, waar komen raampjes? Ik denk dat hier in het midden een raampje komt. Hier ga ik gewoon 3 mooie raampjes zetten. Want hey, er moet natuurlijk wel licht in mijn huis komen. En dan hier aan de andere kant, hoppakee, weer hetzelfde. Dan doen we hier overal even lekker hout omheen. En wat we daarna gaan doen, geen idee, dat zien we dan wel. Oké, de basis van mijn huisje die is af. En ik vind het best wel mooi geworden. We hebben hier een paar raampjes. Een beetje van dat houten accent erin. Want hey, het moet natuurlijk wel een beetje mooi worden. Alleen ik heb een probleem. Ik heb letterlijk geen eten meer. Ja, ik heb nog 7 broden, maar daarna heb ik helemaal niks meer. En er is nog een probleem. Want kijk, als wij hier naar binnen gaan, hoppakee. We hebben nog letterlijk helemaal geen dak. Ik zit even te denken, hoe ga ik mijn dak een beetje mooi maken? Ik wil sowieso 3 hoog hebben. Dus Hoe ga ik dit doen? Ik heb echt geen idee hoe ik mijn dak ga maken. Een dak is altijd zo vervelend in Minecraft. En oh, ik val naar beneden. Laat me hierop. Zo, dankjewel. Ik weet niet of het mooi is, maar voor nu vind ik het wel even prima. Wij gaan hier gewoon even die houten slabs opzetten. Zo. En dan doen we dat hier aan deze kant ook. En dan denk ik dat we voor nu wel even een dak hebben. Het is niet heel mooi. Maar hey, het is voor nu is het even simpel. Dus kijk, als ik een heel mooi huis ga maken, waarschijnlijk gaat hij helemaal kapot door Alex. En daar heb ik niet zoveel zin in. Laat me in de comments even weten wat voor huis ik moet gaan maken als dit huis kapot gaat, oké? En laat ook even weten wat voor dak ik moet gaan maken als dit huis niet kapot gaat. Want hey, het is best wel een mooi huis, denk ik. Althans, voor mij is het een mooi huis, want ik kan gewoon echt niet bouwen. Maar zo, mijn dak die is bijna af. Oké, we gaan even kijken hoe ziet het eruit. Ja, op zich, het lijkt een beetje op een bungalow. Het ziet er veel mooier uit dan het huis van Alex in ieder geval. En dan wil ik eigenlijk nog even een paar hekjes maken. Want let op, hè, let op. Ik heb een heel vet idee. Kijk, volgens mij maak ik op deze manier hekjes. Ja, hoppakee. En dan mijn hekjes, die zet ik zo hier heel mooi in het hoekje. Oké, ik kan hier niet meer bouwen. Ja, dit is iets minder mooi dan ik dacht. Maar we gaan het gewoon alsnog doen, oké? Elk beetje stevigheid in mijn huis, dat is gewoon perfect. En we hebben ook nog een paar van die trapdoors gemaakt. Want kijk, ik heb een heel leuk idee. Kijk, het zijn raampjes, hè. Dus als we even dit doen, dan ziet het er daadwerkelijk uit als raampjes. Kijk, mijn huis moet natuurlijk wel een beetje mooi zijn. Hoppakee, kijk, het gaat om de details, oké? Dan doen we hier nog even een raap. Nee, nou oké, die was verkeerd. Zo, hier moet nog een raampje. En dan moet hier nog een raampje. En hier nog. En ja, ik zeg je eerlijk, het ziet er nu best wel mooi uit. We moeten alleen nog even de vloer doen. Dan vind ik het voor nu wel even prima. Ik ga nog niks in mijn huis zetten, behalve een bed en een crafting table. Want ik durf dat gewoon niet, oké? Maar hey, we hebben mijn chest verstopt, dus dit gaat helemaal goed komen. Alex, die kan niet mijn diamonds vinden. En ik ben nu wel dit te doen. Alleen misschien is het handig als ik even een schep ga maken. Sorry Alex, ik ga nog 1 keer je crafting table gebruiken, oké? Hoppakee, geef me even een mooie iron schep. Dankjewel. En ja, dit gaat nu even een stukje sneller. En wij zetten er een hele mooie houten vloer in. Misschien is dit niet heel slim. Want nogmaals, als Alex mijn huis weer in de fik zet, dan is mijn halve huis weer weg. Maar hey, de basis is van steen, dus dat kan niet in de fik gaan. Daar draait het om. En ja, ik weet wat jullie denken. Er missen hier nog een paar raampjes. Dat komt later wel, oké? Kijk, ik wil niet heel lullig doen, maar Alex die mist gewoon een paar muren. Dat is misschien nog erger. En dan moet ik even denken, waar zet ik mijn bed neer? Hier in het hoekje zet ik gewoon even mijn 2 bedden neer. Eigenlijk wil ik rode bedden, want hey, ik zeg je eerlijk, dat past een beetje beter bij mijn skin. Maar dan moet ik natuurlijk eerst een schapenfarm maken. En Golem, waarom zit je op Alex's dak? Oké. Zolang je maar niet op mijn dak komt, vind ik het helemaal prima. Zo, ik doe mijn deur dicht. En eens even kijken, ik zit hier mijn crafting table neer. Dan vind ik het voor nu even prima. En oh, ik heb er zelfs 2. Ik heb 2 crafting tables. Laat in de comments even weten wat je van mijn huis vindt. En laat in de comments even weten wat ik moet upgraden aan mijn huis. En nogmaals, bij de 3000 likes ga ik een volgende aflevering maken. En ga ik Alex trollen. Dus als je dat wil zien, dan moet je even liken. En dan ga ik voor nu even lekker chillen met mijn vriend de Iron Golem.